De video vandaag gaat over spijt. En vandaag ga ik de tweede reden behandelen waar mensen op hun sterfbed het meeste spijt van hebben gehad. Er is een onderzoek gedaan door Bronnie Ware. Zij is als verpleegkundige, bracht zij de tijd door met patiënten die echt op hun sterfbed lagen. En ze vroegen, waar hebben jullie het meeste spijt van? En de tweede grootste reden waar ze achter kwam, ik zal er elke dag eentje doen, vandaag doe ik nummer twee, is, had ik maar niet zo hard gewerkt. Weet je, we zijn heel erg geneigd om hard te werken. We verlenen er zelfs onze status mee. En hard werken blijkt bijna stoer. En we vergeten soms dat de andere dingen ook belangrijk zijn. Dingen om je heen. Familie, vrienden. Tijd voor jezelf. En dat vergeten we soms. En al die mensen die op een sterfbed lagen, ja, die dachten van ja, ik heb dus nooit gedacht, had ik, oh, ik heb zo'n spijt dat ik die ene dag niet heb gewerkt. Het ging altijd over spijt, over dingen die ze niet konden doen doordat ze zo hard hadden gewerkt. Dus wat ik je wil vragen is om bewust te zijn, goh, stel dat jij nou minder hard zou werken, wat zou het jou opleveren? En waar zou je dan meer aandacht aan besteden? Dus laat het ons weten in de comments of gewoon voor jezelf. Maar besteed eens eventjes een minuutje aandacht aan. Als je minder hard zou werken, waar zou je dan je aandacht aan besteden?